things are true, whatever things are just, whatever things are honest, think that. Ik heb iets neergezet wat ter illustratie van het woord wat ik vandaag heb. Ik ben bezig met een serie over afscheid van deze wereld, maar daar ga ik vandaag niet mee verder. Dat is volgende week ga ik daarmee verder. Vandaag wil ik even iets heel fundamenteels, heb ik op mijn hart. En dat vinden we in de eerste brief van Johannes, hoofdstuk 5. De eerste brief van Johannes, hoofdstuk 5. En dan lezen we even vanaf vers 11. 1 Johannesbrief, hoofdstuk 5, vanaf vers 11. Daar staat het volgende. En dit is het getuigenis. Dit is het getuigenis. Namelijk dat God ons het eeuwige leven gegeven heeft. En dit leven is in zijn Zoon. Wie de Zoon heeft, heeft het leven. Wie de Zoon niet heeft, heeft het leven niet. Dit is zo'n fundamentele tekst. Ik ga hem gewoon nog een keer lezen. En dit is het getuigenis, namelijk dat God ons het eeuwige leven gegeven heeft. Wie gelooft dat hij het eeuwige leven heeft ontvangen? En dit leven is, het zegt niet het is in jou, dit leven is in zijn Zoon. Wie de Zoon heeft, heeft het leven. Wie de Zoon niet heeft, heeft het leven niet. Dit is zo fundamenteel om te kijken van, wat is nou precies leven? Wat is nou precies leven? Hoe komt leven tot ons? Hoe werkt leven in ons? Hoe functioneert leven in ons? Dit geval hier is een plant. Ik moet er even bij zeggen, maar dit is een plant. Dan is deze vraag, heeft deze plant leven of heeft deze plant geen leven? Als ik zie hoe de planten hier verzorgd worden, dan zou ik zeggen, planten hebben hier geen leven. Maar goed, deze plant heeft op een bepaalde manier leven, maar heeft deze plant de Zoon? Oftewel, deze plant heeft geen eeuwig leven. Maar wat is nu het leven dat deze plant heeft? Kijk, daar staat nog zo'n fraai exemplaar. Hij was te zwaar om voor de camera te sjouwen. Maar hier, bij deze kan je ook afvragen, leeft deze nou of leeft hij nou niet? Er zijn verschillende planten hier waarvan je de vraag kan stellen van, leven ze wel? Kijk, hier zijn er een paar die leven duidelijk niet. Die zijn kunst, die zijn nep. Maar hoe komt het nou bijvoorbeeld dat een bepaalde plant, dat die het goed doet of dat die het niet goed doet? Ik heb twee weken geleden van onze plaatselijke hovenier een belangrijke uitspraak gehoord over planten. En dat is om planten gezond te hebben, hebben ze twee dingen nodig. Namelijk voedsel en water. Er zijn heel veel van deze planten hier, die krijgen wel af en toe eens water. Maar ik denk dat het probleem van deze planten hier is dat ze waarschijnlijk al een jaar of 30 in dezelfde bak staan, in dezelfde aarde. En dat er gewoon geen greintje voedsel meer voor die plant is.
Dus je kan hem wel water geven, maar zolang er geen voedsel bij die plant komt, wat moet het water doen? Dus een plant heeft om te leven, om te groeien. Kijk, als wij het hebben over wat is leven, hoe zien wij dat een plant leven is? Nou, dan moet er in ieder geval nog wat groen aan zitten. Af en toe moet er eens een nieuwe scheut aankomen, eens een nieuw blad aankomen. Kijk, dan zeggen we die plant leeft. Dus hier zit nog wat groen in, maar nieuwe scheuten, dat zit er allemaal niet in. Dus die plant heeft voedsel nodig en water nodig. Want als hij geen voedsel heeft, kan je er water in gooien wat je wil. Maar er is geen substantie die hij nodig heeft, zeg maar, om in zich op te nemen waarmee hij iets kan bouwen. En als je er wel voedsel in hebt, maar geen water, dat water heeft hij nodig om dat voedsel naar de bladeren te krijgen. Dus water en voedsel zijn twee elementen die noodzakelijk zijn voor de plant om te groeien. Wie de zoon heeft, heeft het leven. Wie de zoon niet heeft, heeft het leven niet. Dat is waar ik naartoe ga. Maar er is nog iets waarom deze plant leeft. Behalve voedsel en water is er nog iets absoluut noodzakelijk voor deze plant om leven te hebben. En wat is dat? Nee, geen CO2, geen licht. Nee, het zijn allemaal voedingsstoffen. Liefde. Zaad, nee, allemaal niet. Aandacht, nee. Wat deze plant nodig had om überhaupt tot leven te komen, is niks minder dan het woord van God. Want als God niet had gezegd, laat de aarde voortbrengen, kan je hoog springen of laag springen, maar je krijgt geen enkele plant uit die aarde. Dus het feit, ten diepste is het leven van deze plant dat die kan functioneren, dat die voedsel op kan nemen, dat die water op kan nemen, dat die CO2, dat die licht, en dat functioneert alleen maar bij het feit dat God heeft gezegd. Dat God heeft gesproken. Dus ten diepste is het ook het leven van deze plant is bovennatuurlijk leven. Ten diepste zal deze plant niet kunnen leven tenzij God gesproken heeft, laat de aarde voortbrengen. Dus ook het leven van zo'n plant, en dat kunnen we dan doortrekken, ook het leven van dieren, daar zit een element in van goddelijk leven dat uiteindelijk bepaald wordt door wat God erover gesproken heeft. Dus zelfs in een plant of in een dier is de kern van het leven van dat wezen is niks anders dan het woord van God. Is het je wel eens opgevallen dat wij alleen maar dingen eten als ze nog niet zo heel erg lang dood zijn? Haring. Een haring is vrij lang dood. Ja, een tentharing, ja. Over het algemeen willen wij graag toch verse groenten eten, toch? Ja? Als je moet kiezen tussen vers voedsel en al heel erg oud voedsel, wat kies je? Oud. Ja, Dennis kiest oud. Maar goed. Oftewel, op de een of andere manier is ook zelfs voor ons voedsel nodig dat het leven van God erin zit. Kijk, deze eten we niet. Ja, ik kan het wel doen, maar je hebt er niks aan. Want hier zit geen leven in. Maar dit is iets waar God over gesproken heeft. Waar het woord van God over uitgesproken heeft. Laat de aarde voortbrengen. Enzovoort, enzovoort, enzovoort. Dieren. Dus
Zelfs op het vlak van het aardse niveau wordt leven bepaald door wat God erover gesproken heeft. Dat bepaalt of dingen levend zijn of dat ze niet levend zijn. Wie de Zoon heeft, heeft het leven. Wie de Zoon niet heeft, heeft het leven niet. Oftewel, alles wat bestaat, alles wat leeft, leeft door middel van en op basis van het woord van God. Buiten het woord van God is er gewoon geen leven. En het is natuurlijk duidelijk dat het leven dat wij mensen hebben, is dus een fundamenteel ander, een substantieel ander soort leven, normaal gesproken, als dat planten en dat dieren hebben. Als je het scheppingsverhaal leest, dan zegt God over de planten, over dieren, laat de aarde voortbrengen. Of laat de wateren voortbrengen. Dus alle dingen, levende dingen die bestaan, planten, dieren, vissen, vogels, zijn voortgekomen uit de aarde, zijn voortgekomen uit het water, omdat God erover gesproken heeft en God zegt van laat het voortkomen, enzovoort, enzovoort. Al die dingen zijn geschapen. Maar als God de mens gaat scheppen, als God de mens gaat maken, dan zegt hij niet, laat de aarde mensen voortbrengen. Dat zegt hij niet. Dan op het moment dat hij de mens schept, dan zegt hij, laat ons mensen maken naar ons beeld en onze gelijkenis. En in Genesis 2, als je dan inzoomt zeg maar, op de praktische manier, dan lees je dus over de mens, dat God een lichaam vormde uit het stof van de aarde, dus uit het materiële aarde. Maar dan zegt hij niet, laat die aarde mensen voortbrengen, laat die aarde leven voortbrengen. Nee, op het moment dat hij zijn adem in de neusgaten van de mens, dat is het moment waarop de mens tot leven komt. Oftewel het leven van de, laten we het even maar zo zeggen, de natuurlijke dingen. Ook dat leven is bovennatuurlijk. Ook dat leven komt voort omdat God tot de aarde en tot de wateren sprak, laat voortbrengen. Maar het leven van mensen is fundamenteel anders. Omdat het leven van de mens komt dus niet voort uit de aarde, maar het leven van de mens komt rechtstreeks voort uit God zelf. Rechtstreeks uit God zelf. Dat is het grote verschil tussen ons soort leven en dit soort leven. Dus de kwaliteit van leven die wij mensen hebben of zouden moeten hebben, is fundamenteel anders dan de kwaliteit van leven van planten, van dieren, van de levende wezens waar wij mee omringd worden. En dat was waarom God zei tegen Adam, je mag overal van eten, je mag alles gebruiken, maar eet niet van die boom van kennis, van goed en kwaad, want op de dag dat je daarvan eet, zal jij sterven. Nou was het zo, dat, we kennen allemaal het verhaal van de zondeval, hè? Dat de vrouw at en gaf haar man die bij haar stond en die zijn wafel hield. En die nam ook en die at ook. En dan staat er niet van en ze vielen allebei op diezelfde dag dood neer. Van Adam weten we dat hij nog meer dan 900 jaar geleefd heeft. En kinderen heeft verwekt, zonen en dochters heeft voortgebracht. Hè? Nou, zullen we zeggen, krasse oude baas. Dus
behoorlijk levendig in wat wij tegenwoordig in deze wereld als leven beschouwden. Maar toch was hij voor God als het ware dood. Hij was voor God gestorven op de dag dat hij at van de boom van kennis van goed en kwaad. Wat voor leven had hij dan nog in zich? Want hij viel niet dood neer. Nee, het leven wat hij nog in zich had was in wezen hetzelfde leven als het leven wat zeg maar planten en dieren in leven houdt. We noemen dat natuurlijk leven. Ik heb daar altijd een beetje probleem mee met natuurlijk leven, omdat we dan natuurlijk tegenover God stellen. Er is geen natuur buiten God. Er is geen moeder aarde die zelfstandig dingen voortbrengt of zo. Dat bestaat helemaal niet. Alles wat bestaat, bestaat uit God, bestaat door God. En echt letterlijk alles wat bestaat. Er is geen bestaan, er is geen leven buiten God om. Alleen, er is dus blijkbaar een bepaalde kwaliteit van leven die voor de mens bedoeld is. Want het woord zegt heel duidelijk, wie de Zoon heeft, heeft het leven, en wie de Zoon niet heeft, heeft het leven niet. Nou zijn er een heleboel mensen die rondlopen op deze planeet die de Zoon niet hebben. Maar ze brengen wel kinderen voort. Ze doen van dit en ze doen van alles. Sommige dingen doen ze heel erg verkeerd en sommige dingen doen ze heel erg goed. En de meeste dingen een beetje middelmatig tussenin. Mensen zijn met allerlei dingen bezig, maar toch zegt het woord, wie de Zoon heeft, heeft het leven. Wie de Zoon niet heeft, heeft het leven niet. Waar gaat dit over? Dit gaat over het leven dat de mens kwijtgeraakt is op het moment van de zondeval. Op het moment dat de mens at van de boom van kennis van goed en kwaad. Op die dag is de mens dat soort leven, die kwaliteit van leven, kwijtgeraakt. En Gods herstelplan is om dat leven weer terug te brengen in de mens. Om dat leven weer in de mens tot leven te wekken. Dat is waarom hij zijn eigen Zoon gaf. En dan moeten we altijd goed bedenken van... je kan een leven hebben buiten God om, buiten Jezus Christus om, maar in de ogen van God ben je dood. In de ogen van God is dat geen leven, is dat dood leven. Efeze 2 zegt het zo, u die dood was in de zonde en de overtredingen, maar thans bent u met hem levend gemaakt in Christus Jezus. Oftewel, er is een kwaliteit van leven die wij nodig hebben om eeuwig leven te hebben, om onvergankelijk leven, om onverwoestbaar leven te hebben. Er is een bepaalde kwaliteit van leven die gaat buiten dit aardse, natuurlijke, fysieke leven. Want ik ook al zeg, ook dat is niet buiten God om. Ook dat is in God. Dus wat is nu de kwaliteit van leven die in de Zoon is? Wat is de kwaliteit van leven die daarin leeft? God definieert het als eeuwig leven. In de ogen van God, vanuit de geest gezien, is dat leven. En al die andere dingen zijn allemaal tijdelijk, voorbijgaande. Dus in de ogen van de eeuwigheid gezien is het een flits. Wij vinden dat we als 80 jaar geworden, nou, een lang leven gehad en zo. In de ogen van God stelt 80 jaar helemaal niets voor. Het is een damp, het is een ogenblik, het is in een flits voorbij.
Al die dingen waar we ons in dit leven druk om hebben gemaakt. Om kinderen, gezinnen en relaties en werk. En waar zal ik wonen en wat zal ik doen. En weet je, in de ogen van God, het is in een flits, het is voorbij. Mijn vader zei altijd, bij ieder probleem zei hij altijd tegen ons, over 80 jaar merk je er niks meer van. Maar hij had waarschijnlijk gelijk. Maar er is een kwaliteit van leven die is alleen in de Zoon. Dus als Jezus zegt van, ik heb jullie, wie in mij gelooft, die heeft eeuwig leven. Dan is dat eeuwig leven niet iets van, oké, weet je, we spreken, ik heb, dit is Jezus en hij zit vol met leven. Toevallig zit hier water in, ik zal even uitleggen dat het water is, geen whisky. Zit vol met leven en nu geef ik het leven aan jou. Zo, plant, nu heb je leven. Nee, zo werkt het dus niet. Hij geeft niet leven in de zin van dat hij iets van zichzelf overdraagt aan jou en mij. Hij geeft eeuwig leven doordat hij zichzelf geeft aan jou en mij. Dus het is niet het water in dit bekertje, het is bij wijze van spreken het bekertje zelf waar dat water in zit. Jezus is het leven. Jezus is de opstanding. Jezus is de weg. Jezus is de waarheid. Jezus is al deze dingen. We hebben dus niets van God. We hebben niets van het goddelijke leven buiten Jezus om. Dus als wij dingen van God in ons leven willen zien manifesteren, en dat willen we allemaal volgens mij graag. Was afgelopen week voor het eerst in 10, 15 jaar dat de griep me weer eens te pakken had. En vooral zondagnacht was het eventjes heel vervelend. Ik weet niet of je dat kent, dat je dan zoveel moet hoesten dat al je spieren pijn doen van je longen. En dat je op een gegeven moment zo geïrriteerd raakt dat je moet overgeven. Dus ik hing daar midden in de nacht als een dweil boven de pot. Helemaal niks in mijn maag, maar wel, weet je wel, over moet geven en er komt niks uit, want er zit gewoon helemaal niks in. Nou, dat voel je niet leef, om het zo maar eens even te zeggen. Weet je, maar dat is het moment om het woord van God te gaan activeren in je leven. Dat is het moment, dan kan je zeggen van, ik voel me zo beroerd. Ik voel me zo ellendig. Weet je, dat is het moment waarop ik besloot van nee, ik ga gewoon loven en ik ga prijzen. Dat is het moment waarop ik gewoon begon te zingen. Loof de Heer, mijn ziel. Zo klonk het ongeveer. Er zijn geen opnames van. Weet je, maar dat is het moment. Dan ga je het leven van God activeren. Want er zijn gewoon dingen nodig. Dat het niet automatisch werkt en functioneert in je leven. Je hebt misschien je leven aan Jezus gegeven. Je hebt je leven aan God gegeven. Maar om het tot uitdrukking te brengen, tot presentatie, tot effect te brengen, zal je iets moeten doen. In Galaten 4, eventjes zeg uit mijn hoofd, dat is Johannes, dat is geen Galaten. In Galaten 4, vers 19 staat een bepaalde soort uitdrukking waar Paulus zegt: mijn lieve kinderen, van wie ik opnieuw in barensnood ben,
totdat Christus gestalte in u krijgt. Hij spreekt hier tegen wedergeboren gelovigen. Niet alleen wedergeboren, maar zelfs geestvervulde, onder water gedoopte, wederom geboren gelovigen. En over deze mensen heeft, de hele Galatenbrief gaat over een probleem, maar dat is nu uitgebreid om dat te behandelen. Het gaat erover dat het beeld van Christus dat in hen was, opnieuw gestalte moest krijgen. Oftewel, opnieuw zichtbaar moest worden. Oftewel, wie de Zoon heeft, heeft het leven. Wie de Zoon niet heeft, heeft het leven niet. Maar het is niet genoeg om op je krent te gaan zitten en te zeggen, ik heb de Zoon, dus ik heb het leven, het is goed zo. Nee, je zal dingen moeten doen, je zal dingen moeten activeren om Christus in jouw leven, gestalte te laten krijgen. Oftewel, zichtbaar te maken, dat er iets van te merken is dat Christus in u leeft. Toen ik over die pot hing, was er niets te zien van dat Christus in mij leefde. Maar op het moment dat ik koos en begon met gewoon te loven en te prijzen, looft de Heere mijn ziel en alles wat in mij is zijn heilige naam. Weet je, dat is het moment waarop de zaak ging keren. Dat is het moment waarop er rust en vrede terugkwam in mijn ziel. En ik niet meer zo onder de indruk raakte van de verschijnselen in mijn lichaam. Dat gewoon niet meer zo mijn gedachten en mijn denken beheerste. Dat is het moment om te gaan loven en te prijzen en te zeggen, loof de Heere mijn ziel. Het is makkelijk als het allemaal goed gaat en prijs de Heer en het zonnetje schijnt en ik ben gelukkig en mijn vrouw houdt van me en ik ben bijna jarig en loof de Heer mijn ziel, uiteraard, weet je. Maar juist op die momenten dat je je ellendig voelt, dat je voelt van ik kan geen kant meer op, dieper als dit gaat het niet, weet je. Dat zijn de momenten, dan moet jij iets gaan activeren. Dat zijn de momenten, dan moet je je geloof bij elkaar roepen. En dingen gaan spreken die voorkomen tegen je gevoel ingaan. Die voorkomen ingaan tegen wat je voelt. Opdat Christus in u gestalte krijgt. Weet je, zolang ik mij nog overgeef en passief blijf aan die zin van, nou ja, ik voel me ziek, ga in bed liggen, dekentje over me heen en zo. Weet je, allemaal heel erg begrijpelijk. Allemaal heel erg menselijk. Ook natuurlijk vanuit de gedachte met dit soort ziekte van het gaat wel weer over. Dat is zo'n valkuil, het gaat wel weer over. Waardoor je als het ware passief overgeeft aan het ziekteproces. Maar dat is niet Christus in uw gestalte geven. Dat is Christus in uw gestalte geven betekent recht ingaan tegenover wat je voelt. Recht ingaan tegenover wat je ervaart. En het woord van God gaan spreken. Want het is niet alleen wie is Jezus, het is ook de vraag, wat is Jezus? Jezus is het woord van God dat vlees geworden is, dat mens geworden is. Dus hoe kan Christus gestalte in mij krijgen? Buiten het woord van God om. Als er geen woord van God in mij actief is, levend is, in beweging is, functioneert is, krijgt Christus geen gestalte in mij. En het woord van God is niet alleen maar kennis. Het woord van God is er niet voor kennis. Het woord van God is er niet voor informatie. Het woord van God is er voor transformatie. En om het woord van God zijn kracht te laten uitoefenen. Het is niet zo van, nou ja, ik ga eens even uitzoeken welke woorden van God komen mij goed uit. En welke woorden van God, die zijn mij aangenaam. En er zijn ook allemaal woorden van God hierin, die vind ik wat minder aangenaam. Die sla ik eens even gauw over. Je moet ook zien, dat woord van God is
De Zoon van God, oftewel dat woord, heeft een wil van zichzelf. Het is niet dat wij kiezen, oh, dit woord, dat bevalt me wel en dat woord bevalt mij niet. Zo werkt het niet. Nee, het woord van God heeft een wil van zichzelf. Het woord van God is gezonden, niet om mijn wil te doen, maar om zijn wil te doen. Het woord van God is gezonden om te doen wat hem behaagt. Dat is niet altijd hetzelfde als wat mij behaagt. Ik weet niet of het jullie opgevallen is, maar hij is God en ik niet. Dat is een hele belangrijke fundamentele waarheid. Maar het woord van God moet dus de ruimte krijgen om in mij te doen wat hij wil doen. Niet wat ik wil doen, maar wat hij wil doen. Dat is wanneer Christus in mij gestalte krijgt. Wanneer hij kan doen in mij, zijn woord in mij kan doen wat hij wil doen. Nou, wil zijn woord kunnen doen wat hij wil doen, heb ik nog iets nodig, namelijk de Heilige Geest. Het is de Heilige Geest die begrijpt wat het woord wil. Het is de Heilige Geest die de motivatie geeft, die de kracht geeft. Het is de Heilige Geest, net zo goed als deze plant, voedsel en water dat nodig heeft. Zo wil Christus in ons gestalte krijgen, wil het leven van God in ons gestalte krijgen, hebben wij de vaste substantie, het woord nodig, plus de Heilige Geest. Die twee moeten samenwerken, wil Christus in ons gestalte krijgen. Die twee moeten samen kunnen functioneren. Die moeten samen kunnen gaan bewegen. Dus dan heb je dus nodig dat je en dat je het woord van God tot je neemt. Want je kan wel een keer tot wedergeboorte komen, maar er komt nooit meer woord van God bij. Ja, dan houdt het er op een gegeven moment op met die groei. Dan houdt het op een gegeven moment op met dat gestalte van Christus in je vormgeven. Maar zonder de Heilige Geest is het woord van God alleen maar kennis. Is het alleen maar informatie. Er zijn mensen die zijn theoloog. Ze hebben allerlei kennis van God, maar ze hebben geen greintje Heilige Geest die het woord van God in hun leven, in hun denken, in hun zijn activeert. Want ze denken alles met hun kennis, met hun verstand, met hun analyses, met hun blik van deze wereld, hoe je naar de dingen kijkt. Weet je, maar het woord van God is er ten diepste niet voor dat wij alles begrijpen. Nee, het woord van God is ervoor dat het woord de gelegenheid krijgt om ons te grijpen. Weet je, daar is het woord van God voor nodig. En als die zoon, als dat woord in je woont, als dat woord in je leeft en door de Heilige Geest levend gemaakt wordt, weet je, dan kan je gaan ervaren van wie de zoon heeft, heeft het leven. En wie de zoon niet heeft, heeft het leven niet. Weet je, en als je misschien wat droog staat of zo in je geestelijke leven. Weet je, misschien sta je dan wel droog op te weinig woord, te weinig voeding. Of komt er van alles, weet je. Of je moet alle je televisie de deur uitgooien, je internet de deur uitgooien, de kranten, de televisie, nooit meer met. Maar als je ook maar iets oren en ogen open hebt in deze wereld, dan komt het denken en de woorden en het leven van deze wereld massaal en massaal en massaal bij ons binnen. En wij moeten het vervangen. Wij moeten prioriteit geven aan het woord. Het woord moet in ons belangrijker zijn, meer plaats krijgen dan het nieuws. Meer plaats krijgen dan de informatie van deze wereld. Want het is het woord van God. Daarin is het leven. Er is geen leven buiten het woord van God. Al die andere dingen zijn
hoe mooi ze ook misschien soms lijken en hoe logisch het lijkt en hoe waardevol het lijkt, al die andere dingen hebben geen leven in zichzelf. Alleen het woord van God heeft leven in zichzelf. Jezus zegt in Johannes 6, vers 33, het vlees doet geen nut, mijn woorden zijn geest en zijn leven. Het is de geest die levend maakt. Het is het gesproken woord van God waar kracht in zit. Het door de Heilige Geest gesproken woord van God waar kracht in zit. Ik kan ook heel Psalm 119 leren. En dus, weet je, maar de papegaai zal nooit functioneren in de geest van God. Nee, alleen wij mensen. Wij mensen zijn bestemd om leven te hebben. En dat niet uit zichzelf, maar door de Zoon van God die in ons leeft. En dat gaat functioneren naar alle aspecten van je leven. Naar je gezondheid, naar je financiën, naar je relaties, naar je evangelisatiepogingen, noem maar op. Wanneer het leven van God, een levend woord van God in je is, op dat gebied van het leven, dan zal het kracht hebben, dan zal het iets doen, dan zal het gestalte van Christus geven. Maar niets buiten hem om. Alleen maar hij in mij. En dan ik in hem. Hij in mij. En dan ik in hem. Als ik hem niet heb, als hij niet leeft in mij, heb ik geen leven. Ja, dat plantaardige leven. Dat is wat ik heb. Dus uiteindelijk is dat alleen maar bedoeld om goed gesneden, gekookt met een lekker sausje erop op een bord te eindigen. Weet je, maar dat is niet het soort leven waar wij op uit zijn. Nee, wie de Zoon heeft, heeft het leven. Wie de Zoon niet heeft, heeft het leven niet. En ik kan nog beter zeggen van, en het werkt pas als de Zoon jou heeft. Als de Zoon jou mag hebben. Als het woord van God heerschappij in jou, over jou krijgt, over jouw denken, waar je mee bezig bent. Dat het woord van God. Weet je, en dan, ik snap waar je het over hebt hoor. Als je het hebt over wie denk je wel dat je bent. En dat het heel belangrijk is om jezelf te vullen met, ja, maar ik ben een kind van God en ik ben een kind van de Allerhoogste en Jezus woont in mij en Jezus leeft in mij, om die identiteit op te bouwen. Dus, er zit een beetje een risico in dat je zo gefocust op raakt op wie en wat je moet proclameren, wie jij bent in Christus, dat je op een gegeven moment uit het oog verliest wie hij is. Weet je, als het alleen maar is wie ik ben in Christus en ik vermag alle dingen in hem die mij kracht geeft en met mijn God spring ik over een muur en allemaal, weet je wel, 100% waar. Maar op een gegeven moment kan het shiften naar iets van de wereldse psychologie. Weet je, in de wereld kennen ze dat ook. Als je leest over de persoonlijke leven van artiesten die belangrijk zijn in Nederland, omdat ze op televisie komen en zo. Ja, dit zijn ook allemaal mensen, die hebben ook allemaal geleerd iedere ochtend in de spiegel te kijken. En in de spiegel te zeggen, je kan het, je bent geweldig, je bent hartstikke goed, je bent succesvol, je krijgt open deuren. Die mensen doen dat, hè. Dat is echt zo. Zo functioneren succesvolle in deze wereld mensen. Maar er kan op een gegeven moment, ook in de charismatische wereld, een tendens zijn dat dit het dominante verhaal wordt. Maar dat je dan uit het oog verliest, ja maar uiteindelijk doet het er volslagen niet toe wie of wat ik ben. Uiteindelijk is dat volkomen onbetekenend en onbelangrijk. Het gaat erom wie hij is. Dat is wat belangrijk is. Dat hij in mij de ruimte krijgt. Dat hij door mij de ruimte krijgt. En Jezus hoeft heus niet in de spiegel te kijken iedere ochtend te zeggen,
ik ben de zoon van God. Weet je, ik ben zijn geliefde kind. Jezus hoeft dat helemaal niet te zeggen. Jezus weet wie hij is en wat hij is. Hij hoeft dat niet voortdurend tegen zichzelf te zeggen en tegen zichzelf te praten. Het enige wat ik hem hoef te doen is hem de ruimte geven. Hem de opening geven. Dat is het enige wat nodig is. Voor de rest hoef ik niet zo nodig dit te zijn of dat te zijn of zus te zijn of zo. Verslagen onbelangrijk. Het gaat erom wie hij is. Dat is wat belangrijk is. Wie de zoon heeft, heeft het eeuwige leven. Ja, en die zoon die is uitstekend in staat om voor zichzelf te zorgen. Die hoef ik niet te vertellen wie hij is. Als hij maar de ruimte in mij krijgt. Als hij maar de voorrang, weet je. Dat ik gewoon van mezelf kan wegkijken. En niet op mezelf hoef te letten van ik ben zus en ik ben zo. En ik ben... Vanochtend dacht ik nog, tijdens de aanbidding vond ik het echt zo leuk. Ik keek even om ons heen en kijk. Wat een bonte verzameling, voorkomen uiteenlopende types zit hier. Hè? Moet je eens om je heen kijken voor de lol. De broers en zussen, wat een voorkomen. Wie heeft dit zoontje bij elkaar gezet? Ik bedoel het niet negatief. Maar we zijn allemaal zo anders. We zijn allemaal zo totaal verschillend. Boeber. Zet iemand van iemand hier maar eens naast een ander. En je ziet zo'n compleet ander persoon. Weet je. Maar op het moment dat we aan het lofprijzen zijn. En dat we hem en aan het bidden zijn. En dat we hem alle eer en glorie geven die hem toekomt. Weet je. Dan doen al die verschillen doen er niet meer toe. Ze voorkomen onbelangrijk, voorkomen onbetekenend. Weet je, er zijn hier mensen met wie ik op sommige punten wat van theologische visie en mening verschil. So what? Op het moment dat we samen onze God en onze Heer en het loven en het prijzen zijn, doet dat er helemaal niet toe. Is dat voorkomen onbelangrijk? Ja, dat jij die dingen een beetje zo ziet. En ja, ik zie dat anders in het woord en... Maar het doet er niet toe wanneer we hem op de voorgrond zetten. Wanneer hij centraal is. Wanneer het niet om gaat wie ik ben en wie jij bent. En of jij dit mag en dat mag. En zo, weet je, gaat erom wie hij is. Dat is centraal. Dat is wat we gemeenschappelijk hebben. Wie de zoon heeft, heeft het leven. Halleluja. Wie de zoon niet heeft, heeft het leven niet. Dus het gaat er ook niet om mensen te overtuigen van ons gelijk en van onze mening en van onze theologie en van onze visie. En het gaat erom dat de mensen Jezus gaan ontvangen. Het gaat erom dat ze dus de zoon, het zoonschap ontvangen. Want zonder dat zijn ze dood. Zonder hem zijn ze dood. Zonder hem hebben ze geen ander leven als dit leven. Als wat in deze plant zit. Het is niet meer als dat. Zonder Jezus. Weet je. En je kan functioneren hoor. In deze maatschappij. Je kan functioneren in een gezin. Kan allemaal. En dan denk je. Nou, het gaat goed. En het gaat leuk. En, maar ten diepste ben je dood. Ten diepste heb je geen leven. Tenzij je de zoon hebt. Tenzij de zoon in jou mag komen wonen. Tenzij de zoon in jou kan gaan leven. Wie de zoon heeft, heeft het leven. Wie de zoon niet heeft, heeft het leven niet. Dat is zo'n fundamentele waarheid. Dat is zo'n fundamenteel iets. En het is ja, niets anders als genade. Genade van de Allerhoogste God. Dat hij gekozen heeft om zijn zoon aan ons niet alleen te geven... Want hij heeft hem voor de hele wereld gegeven. Maar om zijn zoon aan ons te openbaren. Dat het bij jou doorgedrongen is wie hij is. De zoon van God.
het levende woord. Zonder hem is er geen leven. Buiten hem om is er geen leven. Hij is het leven. Hij is de opstanding. Hij is de weg. Hij is de waarheid. Hij is gezondheid. Hij is genezing. Hij is voorspoed. Als we hem hebben, hebben we al die dingen. Komt vanzelf in ons leven tot stand. Hoeven we allemaal helemaal niet zo moeilijk over te doen. Als we hem hebben, hebben we het leven. Halleluja, prijs de Heer. Dank u, Jezus. Ja, dank u, Hemelse Vader. Dank u, Jezus. Wat een voorrecht. Wat een voorrecht dat we hier, zoals we hier zitten, allemaal zo anders, allemaal zo op onze eigen manier, eigenwijs en eigenzinnig. Maar u heeft uzelf aan ons geopenbaard. U heeft uzelf aan ons laten zien. Wat een voorrecht, wat een genade. Dat u mij, uitgerekend mij, het leven schonk door uw eigen zoon aan mij te openbaren. Vader, wat een genade. Wat een heerlijkheid, wat een glorie. En we willen u loven en prijzen en u danken, Vader. En ons verlangen is dat u ons bekwaam maakt om door u gebruikt te worden, om dat geschenk nog door te geven aan anderen. Want deze hele wereld is dood in de zonde en in de overtredingen. Deze wereld weet niet waar ze mee bezig zijn. Ze rennen allemaal op de afgrond af, terwijl ze denken de hele planeet te redden, zijn ze zelf verloren. En Vader, maak ons geschikt en maak ons bekwaam. Maak ons een instrument dat uw Zoon zichzelf door ons heen kan openbaren aan een ander. In Jezus' naam. Amen. Halleluja. Whatever things are true, whatever things are just, whatever things are honest, think that. Whatever things are good, whatever things are pure, whatever things are loved.